Daar nog even volzinken voor in. Het gaat niet door. Nee. Het is inderdaad de 38e editie die niet doorgaat. Ik moet eerlijk zeggen, deze week is dan ook altijd wel heel memorabel. Want deze week dan zijn we altijd ongelooflijk druk als bestuur en met de vrijwilligers. En dan is het elke dag echt flink aan de bak. En dan is het van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat dat je combineert werk en de proefronde. En dan 's avonds laat de puntjes op de i zetten. En dat gebeurt dan elke dag. Ja, en dan leef je naar zo'n evenement toe. Ja, dus deze week is wel op dit moment wel heel bijzonder voor ons ook als bestuurder en vrijwilligers. In plaats van dat je toegroeit naar een paar mooie edities met een klap op de vuurpijl de 40ste, ja, word je nu geconfronteerd met het afblazen van de 38ste. We leven toch een beetje in een bizarre wereld momenteel. En iedereen leeft met de dag als het gaat over de ontwikkelingen. Ja, dat heeft ook allemaal effect, ook op alle evenementen die we in Nederland in onze regio hebben. Dus ook op onze proefronde. En daar maak ik me natuurlijk ook best wel wat zorgen over. Wij zijn eigenlijk voor 95% afhankelijk van het bedrijfsleven. En stel nou dat we dadelijk een tweede golf aan infecties gaan krijgen in het kader van de coronacrisis. Nou, ik moet er niet aan denken dat het land en daarmee de regio en de stad weer voor een groot deel op slot gaat. Want hoe moeten we daar nog op een goede manier uitkomen? Ja, wij gaan er gewoon vanuit dat we de 39ste, het wordt dan de 38ste volgend jaar dan feitelijk. Hè? Maar het is in het 39ste jaar dat we die kunnen gaan organiseren. En dat gaan we gewoon met weer heel veel plezier doen natuurlijk. En in ieder geval zal het aan het elan om daar wat van te maken niet liggen. Want het is natuurlijk een fantastisch evenement waar altijd heel veel mensen plezier aan beleven. En ik hoor dat ook in de afgelopen weken ook. Hè. Mensen die ook mij aanspreken in de zin van, jammer. Het is meestal wel een activiteit, hè, net na de vakantie. Iedereen is weer net begonnen of begint pas, hè. En dan komen ze allemaal bij die proefronde gezamenlijk weer bij elkaar. En hebben ze het gesprek over de vakanties en over het nieuwe starten en nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën voor hun bedrijf of organisatie of instelling. Ja, en de mensen missen dat ook. En we hebben natuurlijk toen de coronacrisis begon met elkaar kunnen beleven dat heel veel ouderen ook in een stuk eenzaamheid terecht zijn gekomen. En dat heb ik ook gezien met onze doelgroep hier bij Soweco. Veel mensen zijn toch heel eenzaam geworden, omdat ze gewoon, ja, omdat het wereldje zo klein is als je thuis moet blijven. Maar ook bij zo'n proefronde zie je dat het contact onderling en de sfeer, ook na zo'n vakantie, dat is iets wat zo'n enorme aantrekkingskracht heeft. Dat vinden mensen zo geweldig. Ja, dat missen ze nu. En dat vertellen ze me nou ook, hè, deze weken. En dat is, op zich is dat wel natuurlijk wel heel mooi om dat ook weer te beleven. Want dat motiveert mij weer en het bestuur en onze vrijwilligers om te zeggen, jongens, dan moeten we er volgend jaar weer volop aan de bak om ervoor te zorgen dat het al lukt.